Het is allemaal begonnen als kinderspeelgoed. Vrij onschuldig, maar al vrij snel gingen mensen zelf creaties maken en kwamen er zelfs producten op de markt die je gewoon kan kopen. Maar ja, mijn interesse ging natuurlijk uit naar het zelf bouwen. Zoals je ook ziet in het filmpje. Worden er zelfs creaties gemaakt met 300 cc crossmotor eronder. Ja. Dat zet mij aan het denken. En wat denk ik dan? Als ik zoiets zie. Dat wil ik ook. Nou, dus ik ben eens gaan kijken. Wat heb ik nodig? Wat heb ik? Ik heb zo Bram afgeschreven Minimax Tony Kart Kart chassis. Er zit nog een klein stukje stuurinrichting op, wat heel belangrijk is. Er zit nog een werkende remsysteem op. Voor wat ik wil gaan bouwen, heb ik dit gedeelte nodig, sowieso. Wat heb ik nog meer nodig? Ik heb nodig, voor bij het remsysteem, een remschijf, een as met lagers. Heb ik. Waar heb ik nog meer nodig? Iets om te zitten. Uitlaat. Wielen. We need some power. Een stukje power is voor het achterste gedeelte. Het achterste gedeelte heb ik al heel veel brandstofstank. Kabeling met startknop, accu, ontstekingen en dat soort dingetjes, dat hebben we ook. Dat kunnen we tijdelijk eventjes van de reservekracht afhalen en dan kunnen we dan hierop gaan bouwen. Dus als ik zo eens kijk, heb ik al een hele hoop. Dan moet ik nog aan de voorkant, zien jullie het al voor je, zo'n stuurtje hebben met één wiel. Dus nou is de vraag, wat ga ik doen? Ga ik voor een paar tientjes, voor een tientje of twee, drie ergens een oude BMX crossfiets op de kop tikken? Of ga ik voor een oud brommertje, dan wil ik voorvering hebben. En ik moet een keuze gaan maken, wat wil ik gaan doen? Wil ik hem off-road gaan maken of wil ik hem gewoon, zullen we eens gaan kijken hoe hard we zo'n ding kunnen laten lopen. Ook leuk. Zullen we instellen? 100 km per uur met een driewieler, een zelfgebouwde, met een Rotax aandrijving. Moet het doen zijn, want zo'n kartje haalt dat ook, dus dan moeten we met dit ook kunnen. Nou wordt alleen de vraag of we iets kunnen bouwen wat stabiel blijft. En dan kunnen we later altijd nog een keer ergens een crossmotor op de kop tikken. Dat we er eentje kunnen maken met versnellingen voor in het terrein. Dat lijkt me ook wel heel leuk, maar laten we rustig aan beginnen. Dan laten we eerst hier eens iets van gaan bouwen. Dus we hebben al het grootste gedeelte hebben we al. Het idee en het plan heb ik ook. Ik moet alleen nog even een tekening gaan maken. En hoe ik dat het beste kan gaan doen. Ik heb al wel heel veel ideeën hoor. Ik denk als ik wat meer tijd had gehad en ik ging mijn sluiptol halen. Dat vannacht om 12 uur er wel al iets staat, maar
Laten we niet te gek doen. Ho, Mr. Man Cave 076. Moest er niet eerst nog een kart opgehangen worden? Laten we alles één voor één afwerken, voordat we aan een nieuw project beginnen. Het loshand. Nagenoeg. Exact, hè. Zo, waar is de combikart gebleven? Waar ben je? Tada! Hij hangt op zijn plekje. Dan neemt hij niet meer zoveel ruimte in beslag. De beugel is klaar. Heel simpel. Een stuk betonijzer van 2 meter. Door midden geslepen. Of gezaagd, moet ik zeggen. Een balkje. 2 lijnklemmen. Wat laswerk. En voilà.